Maar weet je wel waar ik ook aan moet denken dan? Aan die Psalm 91. Ik heb dus als de titel: Waar is je schuilplaats? En dat hangt eigenlijk maar van één ding af. En dat is gelijk in de eerste vers. En die bepaalt eigenlijk die hele psalm. Want wat staat daar? Wie is gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. In wie is gezeten? Als je ergens gaat zitten, dan is er een uitnodiging. We zijn hier ook gaan zitten. Er is ook een uitnodiging van de gemeente. En zo ligt er ook een uitnodiging die God ons aanbiedt. En gaan we op die uitnodiging in? Want je hoort heel veel reacties, en juist ook wel van heel veel christenen. Ja, maar dat kun je zomaar niet claimen, al die dingen die er zo in zo'n psalm staan. Ja, dan mag je wel om vragen en dan mag je hopen, maar ons overkomen ook dingen. En dat is waar. Maar als je die psalm tot je neemt en je weet dat ik ben gezeten in de schuilplaats. En wie is onze schuilplaats? Dat is de Heer Jezus Christus. Als we daar zijn, dan mogen we ook altijd weten, dwars door alle omstandigheden heen, hij is bij ons. En ja, de afgelopen week zijn we weer geconfronteerd met een gedeeltelijke lockdown. En we leven in een wereld in nood. De hele schepping, die is in nood eigenlijk. Er is veel zorg en ook angst. Hoe ziet de toekomst eruit? Maar wij hebben een heel andere, ja, staan er heel anders in. Tenminste, ik persoonlijk wel. Natuurlijk zie je de zorg eromheen, ook economisch. En iedereen heeft er meer of minder last van. En we denken ook, hoe zal het aflopen? Maar we weten ook vanuit de Bijbel, alles is vergankelijk. Dus ook dit gaat weer voorbij. En of er dan weer andere dingen komen, dat zien we dan alweer. Maar dit gaat weer voorbij. En er komt weer een tijd dat we weer gewoon bij elkaar komen. Daar ben ik van overtuigd. En als we dan hier niet meer bij elkaar komen, dan komen we zeker in de hemel bij elkaar. Onze hoop is in de Heere. En dat heb ik ook in het voorwoord gezet. Alles is onderhevig aan verval. Maar één ding niet. Het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. Het woord van God, dat staat en dat blijft. Psalm 119, die hele lange psalm, die gaat eigenlijk helemaal over het woord eigenlijk. Het woord van God, dat is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En ook er staat er, wie het woord van God lief heeft, heeft grote vrede. Er is voor hem geen struikelblok. Van de ene kant is alles ons in de schoot geworpen. En van de andere kant mogen we ook stappen nemen om het te ontvangen. Maar als je wat aangeboden wordt en je pakt het niet op, ja, dan heb je er ook weinig aan. Maar kijk eens naar al die beloften die de Heer ons geeft. En als je zo kijkt naar het woord van God, we hebben al zoveel preken gehoord. En ook iedere keer af ontmoeten, ook vanmorgen weer in de bidstond, dan wordt ook het woord geopend en dan komen er allemaal bijbelteksten. Het is zo belangrijk en ook zo mooi en zo opbouwend. Vanmorgen stond ook, werd vaak een paar keer nog genoemd, ik sta aan de deur en ik klop en wie de deur open doet, in maaltijd met me houdt, als de deur open doet, dan komt de Heer bij ons. En dan kijk maar naar het Oude Testament, als daarover gepreekt wordt, heb je de schepping, de aardvaders, Abraham, Isaac, Jacob, en dan heb je Jozef naar Egypte en hoe het volk Israël daar groeide, in 400 jaar verdrukking, en onder Egypte. Toen gingen ze naar het beloofde land. Al die verhalen van het hele volk Israël, wat ook een voorbeeld voor ons is. En waar we heel veel in hebben, daar wordt over gesproken. En dan in het Nieuwe Testament. Dan kijken we naar de belofte van de komst van de Messias. Dan gaan de predikingen weer over. En ook iedere zondag, iedere bijeenkomst die we hebben, ook in iedere gemeente, daar staat ook de Heer Jezus en staat het kruis centraal. En het is heel belangrijk dat dat altijd weer genoemd wordt. Maar we vergeten wel eens één ding, wat vaak weinig genoemd wordt. En dat is over de wederkomst. En in de tijd waarin we leven. En dat heeft altijd mijn passie gehad. Ik ben erdoor aangeraakt in de jaren 70 al. Dat eigenlijk mijn ogen toen pas open gingen voor. Ik ben van kind af aan echt met de Bijbel opgegroeid. Maar toen kwam ik eigenlijk tot levend geloof door de boodschap van de wederkomst. De eindtijd waarin we leven. En dat sprak me altijd aan. En dan, als ik vraag, heb je passie voor Jezus? Dan zeg je allemaal, ja, ik heb passie voor Jezus. Dan zeg je ja in amen. Verlang je ook naar zijn komst, naar zijn wederkomst? Sta je dan ook hemelhoog te juichen? Dan ben je weer een beetje afstand. Ja, tuurlijk, we zien uit naar zijn komst, zeker. Maar ja, we leven hier nog lekker gelukkig en we zijn nog
Ja, dan ben je met zoveel dingen bezig. We hebben nog een toekomstverwachting. En dat mag, dat is goed. Dat is ook Bijbels. En als je op jouw dag leeft en je bent ziek en oud, de dagen zat, zoals de Bijbel het ook noemt. Ja, dan kun je zeggen van ik verlang naar de Heer Jezus. Ik verlang naar zijn komst. Maar omdat nu, tenminste toen ik daar in het begin mee geconfronteerd werd. Toen dacht ik ook van, ja, maar nu nog niet. Want ik sta nog, mijn kinderen waren nog klein. Je hebt een geweldige toekomst. Je vond je gelukkig en je had perspectief en je had uitdagingen, ambitie, noem maar op. En dan denk ik, nou ja, nog even wachten. Er is nog dit en dat. Maar is er een verlangen en een honger naar de wederkomst? En als je kijkt in de Bijbel, moet je zien, en daar kijken we vaak overheen, de beloften van onze redding en de zalving van de Heilige Geest. Daar staat de Bijbel vol van, maar de Bijbel staat eigenlijk nog voller van zijn wederkomst. Van zijn komst en wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Dat hij opgevaren is naar de hemel. Gezeten aan de rechterhand van de Vader. En daar wacht hij op ons. En hij nodigt ons uit. En hij maakt ons daar plaats voor. Johannes 14 vers 1 tot 3. Dat gaan we even lezen. Als er de biemen komt. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God. Gelooft ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Hij zal ons tot zich nemen. En dat heeft met de opname van de gemeente te maken. Waar Paulus ook schrijft in Korintiërs en in de Thessalonicenzen. De opname van de gemeente. Als we kijken naar zijn wederkomst. Bestaat er eigenlijk uit twee delen. De opname van de gemeente. En daarna na 7 jaar. Als je, gaat er nou niet over. Maar dan komt hij terug met de zijnen. Dan komen we terug met hem. Dan heb je de wederkomst. En dan zal er ook een 1000 jaren vrederijk beginnen. Hebreeën 10 vers 37. Er staat van want. Nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. Nog een korte tijd. 2000 jaar. Nou, dan kun je, het is goed dat er niet stond. Maar dan denk je toch van, nou als de mensen dat toen geweten hadden, nou er moet nog minstens sowieso nog 2000 jaar. Dan hebben ze gedacht, nou dat is niet heel kort. Maar God kijkt er toch heel anders tegenaan. Maar zijn we eigenlijk nog geïnteresseerd in leggen we soms wel eens het nieuws erbij of de krant ook naast de Bijbel? We bevinden ons in de tijd waar de Bijbel het heel duidelijk over heeft, lieve mensen. En toch vaak zijn we met weinig, ja, soms niet weinig interesse hebben we daarvoor. En dat komt misschien ook wel doordat we ook dan vaak denken ook over de wederkomst, wat er dan vooraf gaat, grote verdrukkingen, strijd, oorlogen. Het is toch wel een beetje van ver weg van mijn bed. We hebben liever niet dat we daarmee te maken krijgen. Dus vandaar dat we dan misschien ook wel denken van, het is ook nog toekomst, maar niet voor nu. Maar ook als we kijken wat onze positie is, onze plaats, ook de schuilplaats die we hebben ontvangen van God. Onze schuilplaats is de Heer Jezus. Dan moet je eens kijken wat voor positie dat we dan hebben. En dan willen we even lezen uit 1 Petrus 1 vers 3 en 4. In vers 23 en 25. En dan even uit het boek. Want ik las dat Lia gistermorgen even voor. Van nou, dat gedeelte wil ik ook even nemen. Hij zegt, dan moet je uit het boek lezen. Dat is veel eenvoudiger. Dat kun je veel makkelijker begrijpen. En als je dat dan even naast elkaar legt. Dan is het inderdaad waar. Want in de NBG dat zijn er nogal ja, moeilijke woorden. Tenminste, de meeste van ons kunnen het wel verstaan. Maar als je het toch een beetje nou, makkelijker wilt hebben. Dan lees je dit uit het boek. 1 Petrus 1 vers 3. Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt. Door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven. Dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God al lang voor jou heeft klaarliggen in de hemel. Een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal hij jou beschermen. Hij zal jou in zijn grote kracht bewaren, zodat je veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen.
Hier wordt ook gesproken over een erfenis. Wordt vier keer genoemd. Nou, als je kijkt, als je weet zeg maar dat je een erfenis staat te wachten van je ouders bijvoorbeeld. Nou, dan kijk je daar wel een beetje naar uit. Maar moet je zien wat voor een rijke erfenis dat ons staat te wachten. Wat God ons hier belooft. Wat Petrus hier schrijft. In de versen 23 en 5 tot 25. Je hebt een nieuw leven gekregen. Niet door geboorte uit uw ouders. Want aan dat leven komt een einde. Maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God. Die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. We zijn opnieuw geboren. Niet lichamelijk, maar onze geest. Onze ware ik eigenlijk. Maar dat heeft eeuwig leven. Ons lichaam is vergankelijk. Maar wij hebben het leven, het eeuwige leven ontvangen. Opnieuw geboren. Wedergeboren. Het heeft te maken met je bekering, je waterdoop, je geestesdoop. Een nieuw leven. Even kijken waar ik ben. Oh ja. In de boeken staat er dit over. De mens is als gras en pracht als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem valt af. Dat is ook met ons vergankelijk leven. Maar wat God heeft gezegd geldt voor eeuwig. En daarmee wordt het goede nieuws bedoeld dat u bekend is. En dat is de positie, de plek die je hebt. En daar mogen we ook aanspraak op maken. En als je Psalm 91 dan leest, wat ik zo straks al noemde, wat Christian ook heeft aangehaald, wie in die schuilplaats zit van de Allerhoogste. Daar ben je dan in gezeten, daar ben je veilig, daar ben je geborgen. En dat hangt dan af. Wel, van die ene vers ben je daar. De positie die we hebben als wedergeboren kinderen van God, dat is een plek waar de wereld van droomt. En we zijn het nog vaak niet bewust. We vinden het vaak al heel gewoon dat we in het begin, zei mij, toen ik pas wedergeboren werd, dat je die passie voelde voor de Heer Jezus, die vervulling met de Heilige Geest. Want toen wou je alles wel. En op de duur wordt het, en dat gaat niet ten koste van je kind zijn, van je redding, maar op de duur wordt het allemaal wel heel gewoon. Maar moet je zien wat voor een positie daar we hebben, lieve mensen. De wereld is in angst, is radeloos bij heel veel mensen. De angst neemt toe, ze weten zich geen raad. Het zijn allemaal hoogleraren en virologen en mensen die er heel veel verstand van hebben. Maar ze praten elkaar allemaal tegen. In het nieuws, je kunt de televisie niet aandoen. Gaat maar over één ding en dat is corona. Trouwens, nu hebben ze er weer wat nieuws bij gevonden. Dat onze koning een misstap heeft gedaan. Nou, het is net alsof hij een halsmisdaad gedaan heeft. Zo komt het in het nieuws. Gisteravond ook. Je kon geen nieuws aandoen en het ging erover. Maar als ik dit allemaal zo noem. Heb je dan een beetje meer dat je een beetje meer verlangt naar zijn komst? In de tijd waarin we leven, om daar een beetje mee bezig te zijn. En dit is voor een paar maanden terug. Toen hoorde ik zondagsmiddags, dan kijk ik nog wel eens even naar Eurospirit. Dat is van 2:30 tot 3:00. En er was een spreker en die sprak over het zal zijn als in de dagen van Noach. En daar had hij een hele mooie uitleg over. Over het zal zijn als in de dagen van Noach. En in de Hebreeuwse taal, daar heeft elke letter een getalswaarde. Bijvoorbeeld Alef is 1, Bet is 2, Jod is 10. Nun is 50 en Zet, Get, schrik eruit geloof ik, dat is dan weer 8. En als je dan naar Nun kijkt, dat is 50 en Get is 8. En als je dan kijkt naar de naam van Noach, die bestaat dan uit 2 medeklinkers. En dat is dan Nun 50 en Get 8. Dat is dus samen 58. Nou, wij leven in het jaar 2020, we leven zeggen we dan in de 21ste eeuw. Maar de Joodse jaartelling is, ik weet niet of je dat zo weet, maar dat is 5780. Dus denk er eens even over na, welke eeuw is dat? 5780. Dat is de 58ste eeuw. En er was gewoon zulke dingen dat God dat dan even laat zien, met een knipoogje als het ware. Waar je wat aan kunt hebben. We weten nog de dag, nog het uur. Maar dit zijn voor mij zulke, daar word ik enthousiast van. Als ik zulke dingen dan lees en hoor. Ja, Joodse jaartelling 5780. De naam van Noach, de getalswaarde, is 58, 58ste eeuw. Het zal zijn als in de dagen van Noach, waar we nu in zitten. Vergelijk het maar. En toch is een van de meeste genoemde onderwerpen in de Bijbel, of niet de meeste, maar heel veel worden genoemd, dat gaat over de wederkomst en dat God alles nieuw zou maken. Johannes 14, vers 3, waar we net lazen. Ik kom weer en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar is dat? Waar is die plek dat wij mogen zijn waar hij is? Hebreeën 1, vers 1 tot 3.
gaan we even lezen. Nadat God eerstijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit van de hoge. En dan denk je van ja, dat is ook natuurlijk de plek als de Zoon van God. Die zit daar ook aan de rechterhand van God, van de Almachtige. En trouwens, de Heer Jezus is zelf ook God, die ook weer in de hemel is. Voor ons een mysterie, hoe dat precies zit, maakt niet uit. Maar hij zit daar gezeten. En dat doet me even denken aan de schepping, toen God de hemel en de aarde schiep in 6 dagen. En op de 7e dag rustte hij. Niet dat God moe was, maar hij keek terug op die hele schepping en hij genoot ervan. Hij had een voldaan gevoel. En zo is het ook met de Heer Jezus, toen hij opgevaren werd naar de hemel. En hij zit daar aan de rechterhand van God de Vader, met een voldaan, dankbaar gevoel. Ik heb de redding heb ik tot stand gebracht. Er is vergeving, er is genade. De schuld van deze hele wereld door de zondeval is betaald, is weg, is vereffend. En voor iedereen die komt, is de vergeving, is de genade, is de behoud. Dat is de boodschap, de rode draad, dwars door de Bijbel. Dat is de plek waar de Heer Jezus nu is. Dat is ook de plaats. Lees Efeze hoofdstuk 2, of hoofdstuk 1 en 2 maar. We zijn gezeten met hem in de hemelse gewesten. Onze voeten staan nog wel op de aarde. Maar onze geest, onze gedachten, als we daarover nadenken. En dan kun je enthousiast worden. Dan kun je denken van ja, ik ben ook al op die plaats. Ook al is het nog niet geen werkelijkheid. Maar we komen daar. Dat is onze verwachting en onze uitdaging. Maar wat er nu allemaal gebeurt, heeft er al te maken met een grote verdrukking. En waar de Bijbel dan ook over spreekt. Zoals het beschreven in Openbaring 6 tot hoofdstuk 18 gaat door de hele Openbaring heen. Nee, dat geloof ik beslist niet. De grote verdrukking, die heeft, als je dat goed studie van maakt, dat vindt plaats na de opname van de gemeente. Maar we zien wel de voorlopers ervan, waar de Bijbel ook de Heer Jezus over spreekt, over de weeën. Er zullen oorlogen zijn, geruchten van oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, wordt ook heel duidelijk over gesproken. Moet je zien wat er nu plaatsvindt. De hele wereld, wat nog nooit eerder in de geschiedenis gebeurt, maar de hele wereldsgeschiedenis die heeft er nog nooit eerder meegemaakt, heeft nooit eerder plaatsgevonden, dat de hele wereld eensgezind is tegen één vijand. En vanmorgen kijken we ook nog even weer naar Hour of Power. En dan zie je ook Bobby Schuller daar preken, ook voor een legerzaal. Dus dan, wij zijn hier nog met een paar enkele mensen, maar daar helemaal leeg. Dus over de hele wereld vindt hetzelfde plaats, hebben we een gemeenschappelijke vijand. Met het hele corona gebeuren. En als we dan dit allemaal even samenvatten, waar ik nu over gehad heb, dan kom ik ook op, tot het laatste punt. Misschien dat dit allemaal voorgerecht was, en dan hoofdgerecht, want het is allemaal hoofdgerecht. Maar alles is vergankelijk, alles is onderhevig aan verval, ouderdom, de hele schepping is onderhevig aan verval, maar één ding niet. Het gras verdorst, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En in Petrus lazen we dan ook, het leven wat God voor ons heeft klaarliggen in de hemel, dat is een erfenis die door niets en niemand kan worden aangetast. En zijn waarde dan ook nooit verliest. En Gods woord is onvergankelijk. Lieve mensen, wat zijn wij gezegend. Wat zijn wij bevoorrecht. We zitten op een plek waar de wereld van droomt. En als je de wereld erover vertelt, dan wijzen ze het vaak ook nog af. Het onvergankelijk zaad in ons, zodat onsterfelijkheid is dat in ons voortgebracht. Het nieuwe ik. En die schuilplaats bij de Heer Jezus. In het Oude Testament, toen die psalm ook geschreven werd, gedicht werd, toen was hier een schuilplaats die min of meer nog onbekend was bij het volk. Eigenlijk nog een geheim. Want er was nog niet voldaan aan alle voorwaarden. En wij leven in de tijd dat er wel voldaan is aan alle voorwaarden. We zitten als het ware met hem al in de hemel. Als we daar goed over nadenken. Is natuurlijk nog niet zo, met onze zichtbare ogen is het nog niet zo. Maar wie in die schuilplaats zit,
gezeten met hem, zoals de Heer Jezus daar zit, naast de Vader, gezeten. Hij ging nog één keer ging die staan, weet je dat wel, met Stefanus. Toen Stefanus daar gestenigd werd, toen werd de hemel geopend en Stefanus, die aanschouwde de hemel, die zag de Heer Jezus daar niet zitten, maar die zag de Heer Jezus daar staan. Als het ware, dat hij hem uitnodigde, ik ga voor jou staan en die neem je tot me. Toen stond hij, en anders is hij, zit hij daar. En hoe vind je die geheime plek? Ga op de uitnodiging in. Heel gemakkelijk. Maar geldt het dan voor iedere christen? Nou, wat ik in het begin al even zei, heel veel mensen die staan er toch wel eens een beetje van, ja, dat kun je allemaal niet zo claimen, dat kun je niet toe-eigenen, dat moet je ook maar afwachten. Wij hebben ook met ziekte te maken, we hebben ook met tegenslagen te maken. Dat is allemaal waar, maar toch, als we kind van God zijn, is het heel anders. Dan sta je er heel anders in. Dan ben je je bewust, ondanks omstandigheden, van zijn bescherming. En dan nog even tot slot aan wat ik net noemde van, naar de uitnodiging, wat ik ook schreef in het voorwoord, wat God ons biedt. Lucas 14, vers 16 tot 24, gaan we nog even lezen. Hij zeide tot hem, iemand richtte een grootse maaltijd aan en nodigde velen. Hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd, om tot de genodigden te zeggen, komt, want het is nu gereed. En ze begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De eerste zei tot hem, ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga die keuren. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Weer een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En de slaaf kwam terug en berichtte zijn heer deze dingen. Toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn slaaf, ga aanstonds de straten en stegen de stad in en breng de bedelaars en misvormden en blinden en lammen hier. En de slaaf zeide, heer, wat gij opgedragen hebt is geschied en nog is er plaats. En de heer zeide tot de slaaf, ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg u, niemand van die mannen welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. Vooral even dat laatste. Dat is niet een afwijzing. Kijk, de genodigden, wie zijn de genodigden? Ik denk dat de genodigden zijn, dat zijn wij, dat ben jij en ik. Wij zijn de genodigden. We zijn kinderen van God geworden. We zijn de genodigden. Dus, en als de genodigden dat dan afwijzen met allerlei redenen, allerlei smoesjes, dan staat er niet dat je dan verloren gaat, maar dan staat er, niemand van die mannen welke genodigd waren zal van mijn maaltijd proeven. Wat is onder andere die maaltijd? Psalm 91 onder andere. Dat is even mijn interpretatie dan. Maar al die beloften uit de Bijbel, uit Gods woord, die zie je hier liggen. Punten die, mij ervoor die voor mij dan uitspringen, die zijn dan ook van, nou, ten allereerste eigenlijk de genodigden, wat ik net al noemde, zijn wij. En er staat er, het is nu gereed. Wat is gereed? Dit gedeelte, dat wordt ook heel vaak wel gebruikt, ook in de eindtijd, dat het gereed is, dat de wederkomst nabij is. De Heer Jezus vertelt deze gelijkenis ook vlak voor zijn heen gaan. En er wordt dan ook heel vaak gebruikt dat het gereed is. En wat is dan gereed? Die maaltijd. Als wij maaltijd met hem houden. Moet je zien, al die beloften die we lezen in de Bijbel, die zijn er voor ons. Die is gereed. Die maaltijd om met hem te zijn. En de bruiloftsmaal. Moet je eens kijken van hoe ook het Oude Testament, hoe het volk Israël, die kon aan de maaltijd des Heren zitten. De beloften die ze gingen door de woestijn heen naar het beloofde land. En ze wezen het af. Het was een land vloeiende van melk en honing. Het land was helemaal gereed. De huizen en alles was hun beschikbaar. En ze wezen het af. Ze waren wel het volk van God. Maar ze wezen het af. Met alle gevolgen van dien. Je moest kijken, dat ligt allemaal voor ons klaar. En hoe gaan wij daarmee om? Allemaal van die smoesjes, helemaal geen zondige dingen. Als je een akker koopt, nou wat is daar verkeerd aan? Is daar helemaal niet in van dat je, ja, met wereldse zaken bezig bent, dat je je daarin een handel drijft wat allemaal tegen Gods woord ingaat. Nee, helemaal gewoon normale menselijke dingen. Je koopt een huis en die moet je dan bezien. Nou, ik denk van als je een huis koopt of een akker koopt, dan heb je die van tevoren al bekeken en dan heb je hem gekocht. En dan heb je hem van tevoren al gezien, dus je weet hoe het eruit ziet.
Ja, dat met die 5 spaan ossen. Kun je ook, nou, dat met landbouw te maken, met 5 voertuigen, tractoren. Nou, je kunt ook zeggen van, ik heb een paar auto's gekocht, of een nieuwe auto. En die moet ik even bezien. Maar die auto heb je toch voor die tijd al bekeken. Voordat je een auto koopt of iets anders, heb je hem toch al bekeken. Smoesjes. De enige reden waar ik me nog wel iets kan bij voorstellen, dat ik ben net getrouwd. En dat zou nog iets kunnen zijn waarvan je zegt van ja, nog even wachten. Hè? Maar ook dat, het gaat er verder, dat de Heer Jezus ook zegt van wie niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen. En die kan mijn discipel niet zijn. En dat haat, dat heeft niks te maken dat je de nekel naar moet hebben. Maar dat je ze boven mij stelt, daar heeft het mee te maken. Maar al die smoesjes, lieve mensen. Wij hebben heel vaak van die smoesjes. Terwijl God ons roept en uitnodigt voor zijn maaltijd. En niemand van die mannen zal, die genodigd waren, zoals wij ook genodigd zijn, zal van mijn maaltijd proeven. Lieve mensen, daar ligt de maaltijd van ons gereed. En daar willen we toch van eten. Als je kijkt, zeg maar, naar even de samenvatting van de boodschap van vanmorgen. Dat is van, wat is onze positie? Zijn we in die schuilplaats alle dagen, dag en nacht, in de schaduw van de Almachtige? De schuilplaats bij Christus Jezus, bij hem. Waardoor? Omdat hij ons gekocht en betaald heeft met zijn kostbare en dierbaar bloed. We zijn vergeven. We zijn gerechtvaardigd. Zo ziet God ons. De gerechtvaardigheid in Jezus Christus. Door zijn werk op Golgotha. En dat we mogen letten op de tekenen in de tijden. Als in de dagen van Noach. Het 58e eeuw. Het jaar 5780. En Jezus komt spoedig. En we gaan hem tegemoet. Wanneer? Dat zien we wel. Maar we mogen ons dan uitstrekken. En misschien wel dat we het hier nog gewoon overleven of niet overleven. Maakt niet uit. Ook al komen we hier nog te overlijden voor de opname. Dan zijn we ook bij hem. En zegt tot de genodigden. Komt, de bruiloftsmaaltijd is gereed. Ga op zijn uitnodiging in. Want mijn huis moet vol worden. Misschien zo'n maaltijd. Mijn huis moet vol worden. Dat is niet zomaar even een 3-gangen maaltijd. Misschien wel een 20 of 30 gangen maaltijd. Maar er is voldoende. Meer dan voldoende. En God wil ons daarmee zegenen. Hij wil je daarmee bemoedigen. We zullen ons overbuigen. Heer Jezus, wil u danken voor uw liefde. Voor uw genade. Voor uw trouw. Heer, hier ligt een uitnodiging voor ons. En daar willen we ook ja op zeggen. Heer, en ook in ons dagelijks leven. Dat we gewoon aan het werk zijn. En we gaan op in ons werk. En daar is ook niks mis mee. Heer, maar dat we tegelijkertijd alle dagen nog maar ons bewust zijn wie we mogen zijn in u. Dat we ook zo tot zegen mogen zijn in deze wereld, in de maatschappij, om ons heen. Voor mensen die het moeilijk hebben, die bang zijn, ook door het hele corona gebeuren. Vader, en we, waar ook al voor gebeden is, waar Christiaan zo straks ook al voor bad. Heer, we bidden voor een herstel ook. En dat er weer vrijheid mag komen, dat deze pandemie ook weer voorbij mag gaan. Heer, dat we weer met elkaar als gemeente ook weer bij elkaar mogen komen. En tegelijkertijd zijn we ons er ook van bewust dat we ook door de livestream ook weer tot zegen zijn. Heer, maar dank u wel dat we mogen weten dat er een uitnodiging is. Dat die er ligt, een erfenis die we ontvangen. Om niet door uw werk dat we bij u zijn. Dank u wel, Heer, voor die grote genade. En ik wil jullie ermee zegenen. Weer zegenen met de maaltijd des Heren. Dat er allemaal inhoudt, dat er ook voor jou is, ook voor de komende week. Dat er herstel is, dat er genezing is. Dat de liefde van God en de genade van de Heer Jezus Christus en ook de gemeenschap van de Heilige Geest, ook voor de komende week, dat hij met jullie is. Dat hij jullie bij zal staan. En dat jullie wijsheid en inzicht mogen ontvangen. Om ook zo in wijsheid te handelen, ook met het hele corona gebeuren. Dank u wel, Heer, voor uw beloften, voor uw woord, wat ja en amen is. Halleluja. Amen. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.